Dames en heren, ik veroorloof mij de vrijheid, ongevraagd, om mij de tolk te maken van meneer Lachman, van de hele VHP, niet alleen, maar van alle aanwezigen hier, om namens hen te stellen dat wij ons vereerd gevoelen dat in ons midden verkeert de president van de Republiek Suriname. Dr. Anders Minitsche, mag ik de president verzoeken om een kort woord te richten? De president. We zouden zo graag zeggen, meneer Lachman. Maar we weten dat we niet alleen gewend zijn, maar dat de werkelijkheid ook is wanneer we zeggen voorzitter Lachman en mevrouw Lachman. En alle autoriteiten hier aanwezig van het land en van de VHP en van de politieke partijen, de leden van het Corps Diplomatiek. Proficiat, voorzitter Lachman, voor die 85 jaar die u tot hier, tot nu, op deze woelige, moeilijke wereld heeft doorgebracht. Op uw manier. De eerste jaren, de eerste maanden waren natuurlijk hoofdzakelijk verdiensten van uw ouders, de allereerste maanden van uw moeder. Maar daarna heeft u getoond, en ik memoreer dit, dat u de kracht kon opbrengen om vanuit de polder op te groeien, de ontwikkeling tot u te nemen, onder moeilijke condities. Condities die ik de jeugd, de jongeren van vandaag vaak voorhoud, om ze aan te moedigen, om dan ondanks welke moeilijkheid dan ook, door te gaan op de weg om zichzelf, hun omgeving en hun land te ontwikkelen. Proficiat, voorzitter Lachman. Proficiat voor het bereiken van die mijlpaal om onderwezen te worden, gevormd te worden tot een vooraanstaand jurist met succes in uw werk. Een jurist die zoals gememoreerd grote bijdrage geleverd heeft om dit land op het spoor te houden, soms op het spoor terug te brengen van de rechtsstaat, voor de gehele gemeenschap en de rechtsstaat voor de individuen die bij u aanklopte om steun te zoeken, om hun recht te vinden. Proficiat. Proficiat voor het werk wat u verzet heeft om als jonge man van voor in de 30 mee te gaan met de politieke ontwikkeling. Nee, zelfs vooraan te lopen en op te richten samen met anderen een politieke partij die tot vandaag toonaangevend is in de ontwikkeling van Suriname. Proficiat, voorzitter Lachman, voor het demonstreren van hoe men succes behoort te dragen, maar ook hoe men tegenslagen behoort te verwerken en de veerkracht behoort te tonen om die tegenslagen het hoofd te bieden, achter zich te laten en op te trekken naar nieuwe successen. Proficiat daarvoor. Proficiat ervoor dat u
in een gemengd, gecompliceerd, multi-etnisch, multicultureel, natuurlijk ook multisociaal gelaagd Suriname constant uw bijdrage geleverd heeft. Ondanks de verleidingen die er niet zelden zijn geweest, van voorzitter, laten we andere routes nemen om de eenheid, de harmonie in dit land en in dit volk te dienen. Voorzitter Lachman, proficiat. Ik feliciteer u vandaag. Ik feliciteer u met die 85ste verjaardag en met alles wat u in die 85 jaren tot stand heeft kunnen brengen. En ik spreek de hoop uit dat u nog vele jaren gegeven zullen zijn. Vele jaren om te genieten van dit leven. Vele jaren om partijgenoten en niet-partijgenoten voor te gaan op de weg die wij nodig hebben in dit land Suriname. Ik spreek de hoop uit dat u vele jaren gegeven zullen zijn met Fawzia, mevrouw Lachman, met uw partij, de VAB, met uw politieke partners, ook met uw politieke niet-geestverwanten, dat het u gegeven zal mogen zijn om te zien hoe Suriname zich goed ontwikkeld, ook vanaf dit moment van 21 september 2001. Proficiat en van harte gefeliciteerd. Ik dank u.